Yeah, let's go. Yo, let's go to the floor with the new skin thing on. See my skin of Nini? Yeah, fucking shit. For damages. Okay. Is het alweer gelijk dat we moeten oppassen of? I don't know. Waarom heb ik ook een shotgun in mijn handen? Ja. Ik heb ook voor dit wapen zo weinig kogels. Oh, dat is even kistje. Ja, voor die AI heb je. Ja, heb jij ook maar 20 of zo? Of? Ja, ik heb nu 142, maar dat. Normaal gaat het ook zo snel op. Wow! Kloos. Wat is er? Weg daar! Yo. Weg van mij! Hij ziet jou in die bus. Wat even, hij huppelt naar achter. Alarm gaat af. Wat voor dingen heb hij? Hij heeft vierkantjes. Ik heb een wapen met vierkantjes. Dan komen ze ook van boven of niet? Ja, ik schiet gewoon nog. Ja, ze zijn sniper boven. Nou, ik heb hier alweer geen kogels voor. Werk die, joh. Ik heb nergens geen vierkantjes. Zo, wat doet hij, joh? Oh, wat ben ik dood? Ja, ik ook nu, denk ik. Alleen die klote shotgun heb ik, joh. Er is daar een sniper boven, die kan ik niet raken. Heb jij nog een lekker wapentje of zo? Oh. Oh, daarboven. Ik denk ook niet dat je hem dood kan maken. Misschien als ik hier naartoe loop. Yo, mag ik nog afstappen of? Ik heb de commander. De commandant. Maar nou weer. Waar ben jij? Naar beneden. Oh, hier verwijt je ze allemaal beneden. Ergens zit ze op mij te schieten, maar ik weet niet vanaf waar. Oh, hierboven. Die sniper zat boven, joh. Ik kan daar niet op, hè. Ja, ik ben gewoon naar boven gegaan. Oh, ho, ho. Oh, ik kan die gewoon terugpakken. Ja, dat zat ik net ook op, maar dat is een shotgun. Dus je doet bijna damage van zover. Dat kan je nou weer aan. Yo, hier is zo'n mannetje weer. Oké, ik heb een commandant neer. Yo, een hond hier, joh. Een hond met een bom op zijn rug, joh. Ja, ik heb dat wapen daar niet voor. Nee, ik ook niet, maar je kan ook met andere wapens. Alleen met ene wapen gaat hij sneller dood. Ja, ja, weet je. Kijk wat eraan komt weer, zo'n beest, joh. Ik weet niet het veel. Oké, dat is weer 98 kogels, joh. Snel, snel, snel. Gaat niet meer. Voor rondjes loop ik. Van die Duitse termen, weet je wel. Loop me. Heb je trouwens mijn helm ook gezien, of niet? Oh ja, nu gewoon een normale helm.
Loop weer met die shotgun. Ik heb helemaal, ik heb alleen maar pistoolkogels, joh. Het is nou allemaal te schelden, joh. La la la. Oeh la la lilo lulu. Alarm blijft ook maar afgaan, hè. Ik heb geen kogels meer. Kan ik dat niet uitzetten? Ik heb het alarm ook niet uitzetten ofzo. Yo. Maar hij zit ook achter zo'n turret, hè? Vandaar, joh. Yo, mag ik er nog overheen? Dankjewel. Ja, dan moet die wapen zitten, want je lekker geen wapen zitten. Yeah. Kogeltjes. Maar ik zag wel heel veel kamertjes hier. Ik ga hier wel even allemaal kijken. Ja. Nazis are getting scared out of their pants. Oh, ik heb armor nodig en zo, joh. Oh, je lijkt gek kunst, man. I feel unstoppable. So oh ja, dat is zo'n heavy ding. Ja, die kan je vrij spelen, maar dan moet je die... moet die punten uitgeven. Ja. Close enough. Neem jij nou even route? Ik weet niet, ja, ik zag het net in één keer toen ik hierheen ging. Hey. Dat is ook lekker dit. Oh ja, dan moet je crushen, dat kan ik niet. Dat heb jij natuurlijk ook niet. We hebben allebei dat onzichtbare vrijgespeeld. En dat is als je gaat rennen, dat je dan... You hear the sirens too, Soph? Maar die hebben we allebei niet vrijgespeeld. Level 6. Oh, allemaal helmpjes. Mag ik nog pakken of... Dankjewel. Die heb je wel binnen. Kan die wel binnen. Ja, hier was ik net. Hier was niks. Toen net in gevecht was. Laten we gewoon verder gaan, kom. Ja, hier een kistje. En die heb ik... Oh, die. Ja, maar die heb ik opengemaakt. Toen we hier net voorbij liepen. Ja, dat wist ik voor mij zeggen. Nee, maar toen we hier liepen. Ik dacht dat je hier al was geweest. Ja. Ik heb wel aardig wat kogels nu, dat wel. Request code. One code coming up. Zijn het ook allemaal voor turrets, joh. Heb ik die code of zo? Nee, we moeten waarschijnlijk weer zo'n computertje vinden. So, help me out over here, will ya? We moeten iets samen doen, denk ik, of niet? Kan je ook iets aanklikken, of niet bij mij? Niet bij jou, ik kan hier binnen wat aanklikken. Ja, omdat ze roepen naar mij van help eens uit ofzo. Kan je nu aanklikken of niet? Waar? Ja, daar. Waar je net was. Oh, klik jij deze aan. Ja, blijf daar. Niks doen dan. Hè. Great, thanks. Zes, vier, één, zes. Ja. Oh, is dit een baas? Dit is zo'n baasje, joh. Oh nee, valt mee. Ik dacht dat hij zo'n pak aan had, zag je dat?
Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Of ik dacht hetzelfde. Oh, hier zijn mijn granaatjes. Grenades. Die kunnen we samen een kistje open. Dan doen we dat toch gewoon even. Ja. Weer zo'n extra leventje. Die hebben we wel nodig. Ja. Open door. Hoor het ook, of niet? Ja, maar aan de andere kant kun je ook in de knopje. Ja, maar dan kun je aan de andere kant gewoon verder lopen. Het is gewoon hetzelfde als deze kant. Ja, maar je kist wel pakken. Wat een kans. Gelijk gaat de alarm weer af, hoor. Ja, je moet commandos killen om ze te pakken. Mm-hmm. Ik heb nog eens de tijd om die dingen te vinden. Ze zijn in gevecht met iets. Het brons. Zeg het. Ik wil de scheids op niet binnen. Ze zijn ook daarboven. Dan zijn het onze mannetjes boven ofzo. Ik ben die groot aan het neerschieten nu. Huh? Yo-ho-ho. Hoe koos op deze man nodig, joh? Er is een drone boven ons hoofd. Oh, nog twee van de grote. La la la. Maak je bij hem dood. Wie? Jij? Nee joh. Hij ging gewoon weg omdat hij die lasers deed. Oh, drone. Ja, die drone heb je. Die. Wordt hij mijn rug ook geraakt? Oh. Nu ben ik wel neer. Ik ga echt te snel, joh. Ik ben nooit aan het schuilen. Shit! They fucking got me, sis! I need help! I need help! Sprongetjes maken. Oh, hier zit ook precies zo'n mannetje. Oh, hier zit allemaal mannetjes op mij. Ik doe je best gewoon. Waarom komt die grote dan achter mij aan? Ik heb er nog geen achter jou. Dat was de commandant. Die was er nu pas. Hier joh. Moet er nog meer zijn. Oh, nee, nee, nee. Oh, binnenkort kloeren. Nou, ik ben ook even bezig. Oh, dit is diezelfde plek gewoon, joh. Of in ieder geval, ze hebben hetzelfde huisje nagemaakt. Kan ook. Een ander plekje.
Oh, hier zijn allemaal code dingen, joh. Controle, check. Oh, ik heb een bom gehoord. Another design. Hoe gooit die eigenlijk? Oh, ik heb hier een code. Twee codes. Drie codes staan er zelfs in. Drie codes. 6576 2703. En de laatste man is 1234. 1234, ja, ja. Oh, hier een kist. 100 zilver. Man, Nazis are the worst, is Jess. Scum of the earth, so. Gewoon zo'n mooie 3D bril, of niet? Ja. Kom, laten we hier gaan. Ik moet af en toe wachten. Ja, ik was al aan het klikken, maar jij ging precies voor mij staan. Dus dan moest ik aan de linkerkant staan. Die dingetjes. Dude, look at this place, totally deserted. It's like the end of the world or something. Dat is even. Het is wel jammer als jij die kisten openmaakt, dat ik ze ook open moet maken, weet je wel? Oh, veel spellen krijg ik het automatisch gewoon. Wat moeten we hier doen? Denk op het slot schieten. Ook echt een uitleg ernaast gewoon, weet je wel. Ja. Oh, dat is wel mannetje daarboven. Is daar zo'n mannetje? Deze pakken, deze. Ik dacht, gooi even zo'n ding, maar. Gooi alles mis, joh. Jij ook zeker, of niet? Hoe kan je... Wat is dit voor apparaat? Oh, dat je kan taggen. Oh, hier zijn weer van die mesjes. Ja, daar. Die zijn stil. Oh, je kunt even een kistje opmaken met twee. Ik zat tussendoor. We hebben zo'n extra leventje, joh. Kistje hier. Dit was eerst nooit, hoor, al die zilver muntjes zo. Oh. We zijn dus gespot, denk ik. Ja. Klote commandant is er weer ergens, hoor. Volgens mij hebben we echt nog nergens zo'n stukje gedaan zonder dat we negeren of gevonden zijn, weet je wel. Ja, maar... Ja, ik weet het. Ja, de allereerste mist, die allereerste monster. Ja, maar dat was om te oefenen. Ja, maar dan nog, hè. Wat had je daar boven, die commandant? Toen waren we alsnog neergepakt. Volgens mij zit ze wel achter ons, hoor. Hoor je dat? Hoor die voetstap, joh. Kom, ja, helemaal naar boven. Kom, kom. Ga ik wachten op ons boven. Ik heb een kist opengemaakt met een van die codes. Ja, die staat er gewoon in. Omdat we die code al hebben gevonden, staat die daar gewoon in. Oh, kijk hieronder, joh! Een gekke hond, joh! Oh. Een robothond. Mooi, joh. Panzerhond. Yo, ik kan granaten gooien. En hoe doe je dat? Nu loopt je weg, jongens. Jongen. Oh. Moet je die hond ook echt neerhalen, of? Collectibles.
Kunnen we nog ergens anders aan de overkant of is dit het echt? Oké, laat die hond maar komen. Joh, ik heb hem gaan, Waar ben jij? Ja, ik ben hier naast je. Ik ben even een tik naar beneden, kijk, ik zit op een lazy kunje. Wow! Maar dat is echt, dat is ook voor die hond bedoeld, denk ik. Kijk die hond gaan. Oh, wat gebeurt er? Ja, iedereen schiet op mij nu. Hop, die hond is neer. Oh, 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 dat is oud plek! Hij gaat alleen iets heel ver deze laser voor mij, want daarachter heeft een mannetje. Als hij nou even in de buurt komt. Was dit het? Ja, hè? Of niet? Ik zie niks meer. Ja, hier helemaal achter zie ik nog een poppetje. Ja, maar als dat zolang die hond dat niet is. Oh, hier op beneden. Hoor die straal ook, hè? Ja, maar er zit hier zo'n mannetje precies onder ons. Als we nou gewoon allebei naar beneden springen. Draai. Wacht. Hij is echt precies onder ons. Onder het bruggetje, zeg maar. Let op deze dingen. Ik ga hem gooien met mijn knife. 3, 2, 1. Ja, maar hij is zo groot, hè? Oh, ja, hij was aan neer. Maar kunnen we nu nog boven komen? Nee, dan moet je onderdoor denken. Of hier het trappetje. Waarom ben je naar boven dan? Kan ik nog een trappetje pakken of dankjewel? Waarom moet je naar boven dan? Ja, nee, hier zag ik iets. Kijk, hier iets glinsteren. Zo'n floppy terminal of zoiets. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Terminal. Ik dacht, misschien zijn het wel nieuwe codes, man. Die double jump ook. Ja, je springt en dan opeens zweef je nog ofzo. Ja, ja. Een pak gewekt. Die kan niet kapot. Kijk dit wapen. Ja, echt hoor. Overal ook van die turrets ook, hè. Computertje. Ik heb trouwens dus een encoded floppy disk. Enemy tiers, ja, dat snap ik ook wel. Granaatjes hier kun je van nodig hebben. Nee. Heb je de meatball? Yo! Hey! Keertwapen. I believe in you, sis. Als ik nu mijn shield geef, dan krijg ik gewoon helemaal vol. Oh, is dus een kistje samen. Oh, life's max out. Ja, we zijn helemaal 3 van de 3, joh. Oh. Jij kan die gun niet oppakken. Ik kan niet pakken. Nee, maar dan komt dat jij hebt die. Je hebt dat nog niet vrijgespeeld. Kost 4 puntjes, dan kan je dit vrijspelen. Wat vrijspelen? Ja, dat je die wapens op kan pakken. Als je op die grote knop hebt. Heb jij nu zo'n wapen? En dan, ja, en dan een character. En dan bij muscle. Dan zie je helemaal onderin, bij de linkerkant, helemaal onderin. Zie je bigge guns. Als je die vrijspeelt, dan kan je ook zo'n dikke gun oppakken. Oh, ik dacht die al had. Nou, die kan je allemaal kopen eigenlijk. Ja, maar ik koop ze niet allemaal, alleen dingen die ik een beetje nodig heb. Ik weet niet of ze allemaal kan vrijspelen, weet je wel. Want je gaan de punten gaan er wel vanaf rechtsbovenin. Hè?
Oh, die... Dat, hoe heet dat? Nou, je hebt van die oh, punten zei, ik die dacht dat het coins was. Ik dacht dat het kost gewoon met de coins. Nee, ik dacht die al, niet. Dat het slaat op nergens op. Maar bij Mind heb ik ook niet. Ja, bij Mind heb ik ook een paar dingetjes. Een paar dingetjes. Ja, je kan niet alles vrijspelen. Kost punten. Nee, maar een paar, hoe kan je een paar dingetjes hebben? Ik ga er maar één doen. Oh ja, sommige dingen zijn maar één. Die heb ik gedaan, bijvoorbeeld extra held. Maar kom je nog of Ja, ik doe het anders hier wel. Zal wel. Ik denk dat ik hem nou toch kwijt ben ook, als we dit gaan doen. Wat? Het wapen? Oh, dan lig je op de grond. Oh ja, het valt ook. Yo! Oh, wat was dat, joh? Is het boss fight of zo? Badass and inspirational, Jess. Ik heb zo'n robotjes. Ja, er zijn nog een paar, hoor. Oh, ik ben mijn wapens op. Maar als je je wapen oppakt, moet je geen andere wapen droppen. Nee, nee, deze pak je maar. Er zitten ook echt misschien maar 25 kogels in of zo. Soms 32 of zoiets, weet je wel. Dat is maar heel weinig. Maar die ding is wel heel sterk, dat wel. Weer een 3D bro. Kijk of hier nog muntjes liggen. De kist die kunnen we niet openmaken. Maar er is hier iets beneden, iets van een deur of zo, zie je dat? I see it. Yo. Wordt hier weer zo'n throwing knife? Oh, soms kan je hem wel weer oppakken. Oh, wat is dit? Metro map. Use the metro map. Wat moeten we doen, joh? Use the metro map. Reach the catacombs. Daar is gewoon aan de catacombs moeten doen. Ja? Dat zou op moeten klikken, op view location, heb ik gedaan. Catacombs. En travel. Accept the travel request. Ik vertrouw jou, hè? Ja. Gaan we nu met de metro naar een ander gedeelte ofzo? Nou, de catacombs, waar moesten. Safe area, staat. Oh, catacombs. Dat is misschien zo'n, dat is misschien wel die plek waar die vrouw was, weet je wel. In het begin. Want we gingen zeg maar een week terug in de tijd. Is dat wel die safe house dan? Ik denk het niet. Safe area is gewoon uitleg onderin. Oh, shoot. Okay. A treat for you. Oh my god. Bonbons! The wine is excellent avec le chocolat. Cigarette? Is dat voor vrouw, joh? Ik zou het in godsnaam niet weten. Ze geven ons drank, sigaretten, alles, joh. No, 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 no. You should pull it down into your lungs like this. Te liggen daar, joh. Now you. Oh, jij kan er weer niet tegen, hoor. Voor de war, you beautiful girls could be having the time of your life. You should indulge in the moment. Ik ook niet. Ladies, I decrypted fragments of stolen Nazi intel on the computer. Witness reports from Nazis who survived the encounter with Captain Blazkowicz. Piecing together the fragmented information, I deduced that he was looking for a place called Lab X. That's where he must be then. Let's go. Hold on, Jess.
Only a privileged few know where Lab X is. Sit down, ass wipe. Shove it. You know German. Oh, we know enough. Abby. We intercepted a transmission with General Lothar Brandt. Listen. Haben mich diese Idioten in Berlin auf Labor X verbannt? Brüder, in ihnen befindet sich jeweils ein Hauptcomputer abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Ich will das. That's what we got. May I have? General Lothar built the brothers to subdue and control Paris. An Uber commandant in each tower guards the keys to the main computers. If we take control over them, we can unlock the entrance to Lab X and find your father. Break into the towers, kill the Uber commandant, steal their keys, open the main computers, and Bob's your uncle. My uncle's name was Uber, and he was killed by the Nazis. Oh, I'm sorry. That's an expression Arthur and Kenneth used. I was only joking. What is? I love the expression about Uncle Bob. Well, it's for me. Thank you. Soph, I fear the brothers may be out of your depth. You have to train before you even dare to approach the towers. Good luck. And let me know if you need any more cigarettes. Okay, girls? Du bon travail, Abby. Such a cool dame. You think we're missing something? Like what? Like the snake in the grass. Can't you just enjoy life for a second, Jess?